Zondag speelt FC Groningen, zesde in de eredivisie, tegen de nummer 3 FC Twente. In de uitwedstrijd in Enschede werd met forse cijfers verloren. Het werd 5-0. De ploeg van trainer Erwin van der Looy heeft wat goed te maken in de Euroborg. Ja, zeker. Bij ons leeft het zeker dat we nog wat goed te maken hebben naar onze supporters. We hebben daar echt schandalig gespeeld. 5-0 verloren, terecht 5-0 verloren. Dus wij hebben wel wat goed te maken. Ja, aprendimos de las situaciones que nos complicaron allá. Una suspensión también, tuvo una expulsión. Y tenemos que aprender. De ese partido aprendimos. Ahora sentimos que estamos mucho más fuertes, mucho más como equipo. Hemos tenido buenos resultados últimamente, estamos jugando bien. Stefano Magnasco keert weer terug na een schorsing en neemt zijn vertrouwde positie als rechtsachter weer in. Tengo mucha ganas de jugar. Ya no quiero perderme más partidos. Quiero mantenerme jugando por el resto de la temporada y tener cuidado con las amarillas para no tener una suspensión nuevamente, porque quiero jugar, quiero mantenerme jugando, quiero siempre mejorar. Voor topschutter De Leeuw is er in de selectie van Van der Looy opnieuw een basisplaats weggelegd. Lijkt erop dat je zondag weer in de basis staat. Hoe lekker is dat, dat er nu wat meer rust voor jou is? Ja, dat is heerlijk. Het is lekker als je vertrouwen voelt van de trainer. Dus dat is lekker. Ik doe zoals altijd zondag weer mijn best. Het is heerlijk als je dat vertrouwen voelt. De Groningse formatie verspeelde in de voorbije wedstrijden te veel punten. Tegen RKC gaf het met 10 spelers een voorsprong uit handen. En in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen NEC was de concentratie na de 4-0 volledig weg. Obviamente tenemos que mantenernos enfocados 100% en los 90 minutos, 95 minutos, porque como nos pasó contra Twente, como nos pasó contra el partido anterior, no podemos tener expulsado porque eso obviamente condiciona el partido y eso hace que obviamente nuestro juego se debilite. De afspraak staat voor zondag om 2:30. Dan geeft FC Groningen de bezoekers uit Enschede partij in de Euroborg.